Er is heel erg veel over te vertellen. Kijk, een plek waar meer dan 100 jaar geschiedenis ligt, ja, er is altijd veel over te vertellen. Want er zijn niet zo heel erg veel 100-jarigen die kunnen vertellen hoe dat het in de tijd hier was. Nou, omdat het gewoon een ontzettend mooi terrein is, waar ontzettend veel mooie bomen staan. Ook een heleboel exotische bomen, die je normaal gesproken niet zo snel ergens tegenkomt. Voorburg is ontstaan 1885 ongeveer. Er hebben hier altijd religieuzen gewerkt. Die hebben echt hard moeten werken. Het was morgens vroeg, dus 's avonds laat. En toen was er nog een psychofarmica of zo. Dus die mensen hebben echt onder druk gewerkt. Dus ook heel veel agressie van de patiënten. Dus, hè. Bewoners noemen die tegenwoordig. Nu is het allemaal ontzettend veel veranderd. Bijna iedere ziektebeeld, zeg maar, zoals dementeren, heeft een eigen gebouw. De doven met psychische stoornis hebben een eigen gebouw. En daar komen we allemaal langs. Kijk, als je weet dat die Oudbouw, dat was een kazerneachtig iets. Ja, dat was een aantal honderden meters gang. Ja, van de zustersklooster door die Oudbouw. Ja, dus vrouwenkant, mannenkant. Ja, dan moest je dan in deuren door, omdat er was een dikke muur in de kapel, hè, van 4 meter hoogte, een meter dik. Aan de ene kant zaten de vrouwen, aan de andere kant zaten de mannen. Maar daarnaast ook een stukje geschiedenis hier van dit zorgpark. De geschiedenis van een aantal gebouwen. En natuurlijk ook de persoonlijke verhalen die mensen zoals Mies en ik gewoon kunnen vertellen over wat we hier hebben meegemaakt. Nou, ik heb hier 43 jaar gewerkt en dan heb je gewoon heel veel veranderingen meegemaakt. En ja, dat maakt het dan ook wat gemakkelijker om het in een perspectief te plaatsen. Maar dan zie je ook de vooruitgang in zorg. En het meer humane, wat toch de boventoon is geworden. Wil je ook vertellen inderdaad hoe de zorg veranderd is? Of wil je vooral de mooie plekjes van het landgoed eigenlijk laten zien? Het is en-en. Er is een hele hoop geschiedenis daar waar het gaat hoe het was. En er zijn natuurlijk heel unieke bomen die hier op het terrein staan. En ook de gebouwen, die spreken ook boekdelen. En dat is leuk over te vertellen, maar ook over het kerkhof. Ja? Want daar ligt ook heel erg veel geschiedenis. Nou, dat soort zaken die zijn dus aan elkaar geknoopt. En iedereen heeft daar zijn eigen verhaal bij.